mensen kennen mij van het oude hout over het algemeen. Alleen we doen gelukkig veel meer, want daar was ik bang voor. Straks mag ik alleen maar van oude plank iets maken. En als je ontwerper bent, is er één ding wat je niet wil, is gedwongen door de markt altijd hetzelfde hoeven doen. En als je hier rondloopt in de werkplaats kijkt, dan zie je ook dat er een enorme hoeveelheid aan verschillende producten gemaakt wordt. Ja, onder dat ene dak zit dus het bedrijf, de kantoren, productie, distributie, opslag en materialen. En daarnaast hebben we de showroom, winkel met ook andere producten, galerie, evenementenruimte, restaurant en ateliers die we verhuren. In de regio ben ik gekomen omdat ik hier heb gestudeerd aan de Design Academy. En toen bleef ik hier omdat ik als een van de weinige ontwerpers zelf wilde produceren. Dus ik heb iets en ik wil dat gemaakt hebben. Nou, waar kan je dat beter doen dan in de omgeving waar gemaakt wordt? En toen zijn we begonnen met een bedrijf wat zowel het ontwerpen als het maken als het verkopen deed. En dat is al langzaam zeker gegroeid. En vervolgens zijn we gaan zoeken naar een nieuw pand. En daar kwam dit pand uit. En dat was eigenlijk het enige waar de werkplaats in het hart kon zitten. Maar we hadden 4.000 of 5.000 vierkante meter extra. Dus we hebben van de lunchroom een restaurant gemaakt en van de spulletjes rond de balie een winkel en van de kunst boven de bank een galerie. En in samenwerking met jonge ontwerpers zijn ateliers geworden die we zijn gaan verhuren. En we hebben ook nog een evenementenruimte erbij gekregen, die hadden we over op een goed moment. Dus al met al heeft de maat van het pand het concept weer enorm beïnvloed. En achteraf zou je kunnen stellen dat het niet kleiner had moeten zijn om echt die beweging te forceren die je graag wil. In onze filosofie zitten heel veel omkeringen. Dus de beleving is niet iets wat wij bedenken. We laten mensen gewoon deelgenoot zijn van hetgeen wat we doen. En omdat niemand dat überhaupt kan of nadenkt of doet. Als jij een kast bedenkt en die wordt in Oekraïne gebouwd. Ja, dan worden er heel eind draaien. Wil je beleving hebben om die kast te komen kijken. Maar wij maken het gewoon zelf, dus je kan het gewoon zien. Dus het verhaal is niet eens dat we iets bedenken. Het verhaal is alleen maar dat datgene wat we doen, dat we dat laten zien. En dat we ook echt dingen doen. Ja, de kracht van Brabant, naar mijn idee, ik zeg altijd, je moet datgene doen wat makkelijk gaat, dat doen we hier ook, en niet dingen doen die moeilijk gaan. En volgens mij is de kracht dat er een enorme potentie in creativiteit en in technologie en ook een soort intelligente technologie zit. Dus maken en bedenken, dat zit enorm in de regio verankerd en daar zou ik zelf dus op voorbeduren, omdat het er al zo is. Wat in Brabant goed zou kunnen werken, is een designmuseum, denk ik. Sluit aan bij alle kwaliteiten van de regio. En ook bij het gebrek aan Rijksmusea in Nederland. Dus dan lossen we dat ook gelijk in één keer op.